بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Wat betreft de toets die ik afgelegd heb de vorige week, ik ben nog niet helemaal klaar met nakijken. Vandaar dat ik volgende week inshallah de uitslagen aan de toetsen terug zal geven. Die broeders die de toets niet hebben meegemaakt, Abdul Wahid volgens mij, hebben we gedaan. Die broeders die nog niet hebben gemaakt, die kunnen alsnog vandaag de toets krijgen om hem te maken. Tayyip, en dat volgende week inshallah ta'ala zullen we terugkrijgen. We gaan vandaag inshallah verder met als eerst de les over de aqida. En dan beginnen we met het tweede onderdeel. Het eerste onderdeel wat we hebben gehad is het tawhid. Het tawhid. Het tweede onderdeel dat gaat over het tegenovergestelde. Wat is het tegenovergestelde van het tawhid? Het shirk. En het shirk is de eerste naqib. De eerste tenietdoener die de islam of die het tawhid ongeldig maakt. Zoals wij hebben gezien bij de 10 tenietdoeners die we hebben opgenoemd. Tijdens de les van het tawhid. Nawaqid al-islam. Of nawaqid la ilaha illallah. Of nawaqid al-islam. Iedere shirk is de eerste van deze tenietdoener. En dat is precies het tegenovergestelde van het tawhid. Wat is al-kufr dan? Al-kufr. Wat is het verschil tussen al-kufr en de shirk? Al-kufr is ruimer dan al-shirk. Al-shirk is het tegenovergestelde van het tawhid. En al-kufr? Al-kufr is het tegenovergestelde van al-iman. Van al-iman. Al-kufr is ruimer dan al-shirk. Yani elke mushrik is ook kafir. Niet elke kafir is mushrik. Hoeft niet. Bijvoorbeeld iemand die ontkent bijvoorbeeld. Iets ontkent. Iemand die iets ontkent uit de Koran. Bijvoorbeeld. Iemand die iets ontkent wat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Terwijl hij geen enkel reden heeft. Hij verwerpt dat, bijvoorbeeld. Zo iemand is kafir maar niet, maar geen mushrik. Hij heeft geen deelgenoot toegekend aan Allah subhanahu wa ta'ala hierin. Lakin, door zijn ontkenning. Bijvoorbeeld het spotten met Allah subhanahu wa ta'ala. Is kofr, maar geen shirk. Lakin, elke kafir is, of elke mushrik is kafir. En qua oordeel is het precies hetzelfde. In een shirk is het tegenovergestelde van het tawhid. Want het tawhid is de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala in 3 categorieën die we hebben opgenoemd. In de aanbidding, yani in onze aanbiddingen, dat al onze aanbiddingen zuiver moeten zijn voor Allah jalla wa ala. Wij mogen hem daarin geen enkel deelgenoot toekennen. De gebeden, het vasten, alles wat valt onder aanbidding. En de definitie van aanbidding hebben we behandeld. En hebben we ook getoetst. Eenheid in zijn rububiyya, in zijn heerschappij, in zijn daden, in zijn schepping bijvoorbeeld, in zijn bestuur en in het geven van voorziening. Hij is daar uniek in. Niemand doet dat. En hij kent daarin geen enkel deelgenoot. En de eenheid in zijn naam en zijn eigenschappen. Tayyip, al-shirk, ik zei, is het tegenovergestelde van het tawhid. Tayyip, wat is dan de definitie van al-shirk? We zeiden bij de definitie van het tawhid, het eenmaken van Allah subhanahu wa ta'ala, de eenheid van Allah jalla wa ala, in deze drie zaken. Wat is dan al-shirk? Al-shirk is het toekennen van deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala in een van deze drie zaken weer. In een van deze drie categorieën. Vandaar dat sommige geleerden die hebben al-shirk uitgelegd als taswiyatu ghayrillahi billah fi khasa'isillah. Schrijf het even op. Definitie. تسوية غير الله بالله في خصائص الله. Wat houdt dat in? التسوية is het gelijk maken. Het gelijk maken
van iemand anders of van een ander aan Allah subhanahu wa ta'ala in die zaken die bijzonder zijn voor Allah jalla wa ala. Of die specifiek zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals tawhid al-rububiyya en tawhid al-uluhiyya en tawhid al-asma' al-sifat. Deze drie vormen van tawhid die zijn voor Allah jalla wa ala. Daarin mogen we hem geen enkel deelgenoot toekennen. Als iemand dat doet, dan maakt hij hem gelijk aan Allah. En shirk is het taswiya. Het gelijk maken. Het toekennen van deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala. Iden, het shirk kan dus voorkomen in deze drie categorieën. Welke drie categorieën? De drie categorieën van het tawhid. Dus we hebben shirk in uluhiyya of in ibada. En shirk in rububiyya. En shirk in asma wa sifat. Dat zijn de drie zaken waarin het shirk voorkomt. Ik schrijf het op. Het shirk in al-uluhiyya of al-ibada. Dat is één. Twee. Het shirk in al-rububiyya. En het shirk in asma wa sifat. Shirk in uluhiyya of in ibada is het toekennen van deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala in aanbidding. Bijvoorbeeld het dua. Het dua, een aanroeping, een smeekbeden, is een ibada, is een aanbidding. Als iemand een ander aanroept dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan heeft zo'n persoon die ander gelijk gemaakt aan Allah. Dan geeft hij zo'n persoon of zo iemand het recht van Allah, jalla wa ala. En dat is het gelijk maken van een ander aan Allah, jalla wa ala. En deze shirk is een shirk in al-uluhiyya of een shirk in al-ibada. Bijvoorbeeld, al-shafa'a. Al-shafa'a. Tayyib, we hebben dat behandeld bij andere boeken, kitab al-tawhid, kitab... Yani ook nu met Sharh al-Sunnah behandelen wij dat tijdens de donderdagles. Shafa'a is ook een vorm van dua. Als iemand een ander... Shafa'a is natuurlijk yani vragen om bemiddeling. Als iemand een ander aanbidt en een ander vraagt en aanbiddingen verricht voor anderen om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen, dan is het een vorm van shirk in de shafa'a. We gaan zomaar verder met alle andere vormen van ibada. Als iets ibada is, als iets een ibada is, als deze ibada gericht wordt naar een ander dan Allah jalla wa ala, dan is hier sprake van shirk in de ibada of shirk in al-uluhiyya. Dan bij shirk in al-rububiyya, shirk in al-rububiyya, het is daar een voorbeeld van. Al-rububiyya, wat we eerder hebben gezegd, heeft te maken met de daden van Allah. De daden van Allah. Bijvoorbeeld de schepping. De schepping is een daad van Allah. De voorziening is een daad van Allah. Bijvoorbeeld degene die geneest is een daad van Allah. Jalla wa ala. Hij geneest. Hij voorziet. Hij schept. Hij baat en hij schaadt. En hij bestuurt alles. Jalla wa ala. Als iemand beweert of gelooft dat er een andere schept naast Allah, dan is zo'n persoon mushrik. En zijn shirk is in de categorie van al-rububiyya. Heb je die mensen? Ja, je hebt die mensen die ontkennen dat Allah jalla wa ala de schepper is. Fir'aun bijvoorbeeld. Fir'aun die zei, wa ma rabbul alamin. Wie is die ene heer der werelden? Yani uit ontkenning. En hij zei tegen hun, ik ben jullie heer. Dus hij ontkent hier. En deze vorm van shirk is shirk in rububiyya. Maar ook bijvoorbeeld al-majus. De vuuraanbidders, die beweren dat er een God is van die het goede schept en een God is die het slechte schept. Maar ook bijvoorbeeld de Qadariya van deze umma. De profeet die zei van de Qadariya, dat zijn majus van deze umma. De majus van deze umma zijn de Qadariya. Of de Qadariya zijn majus van deze umma. Waarom? Omdat zij beweren dat de mensen zelf hun daden scheppen. Dus zij hebben eigenlijk hier een schepper naast Allah subhanahu wa ta'ala... bevestigd.
Iemand bijvoorbeeld die beweert dat die en fulaan of die dode of die vrome, dat die geneest. Dat die geneest. Zo, een gedachtegoed is een vorm van shirk in de rububiyya. Want niemand geneest behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Als iemand gelooft dat zo'n persoon geneest en dat hij naast Allah een deelgenoot is van Allah subhanahu wa ta'ala hierin, dan is het een vorm van shirk in rububiyya. Je hebt van die mensen die geloven dat sommige vromen die gestorven zijn, die doden, dat die bepaalde krachten hebben dat ze hun kunnen beschermen. Dit is een vorm van shirk in rububiyya, want de beschermer is Allah subhanahu wa ta'ala. Het is een daad van Allah jalla wa ala. Degene die geneest is een daad van Allah jalla wa ala. Je hebt dat onder de mensen die zich moslims noemen. Quburiyin. Die mensen die gehecht zijn aan graven. Graven aanbidders. Zoals ze worden genoemd. Quburiyin. Die zeggen la ilaha illallah. Die doen hajj. Die verrichten het gebed. Lijken wanneer ze getroffen worden door een ramp, door een ziekte, door iets. Dan haasten ze zich naar doden, naar graven. En dan vragen ze van hun yani, om verlossing, om genezing, om een uitweg. En ze geloven dat die doden die daar begraven zijn, dat vrome mensen zijn. Misschien zijn ze ook vroom. Lekker ze geloven dat zij baten en schaden. En ze hebben ook een bepaalde vrees voor hun. Vandaar dat ze hun ook aanbidden en ze respecteren hun. Als je tegen zo'n persoon zou zeggen van, zweer bij Allah subhanahu wa ta'ala, dan zou hij zweren, ook al zou hij liegen. Lekker als je zou zeggen van, zweer bij die ene persoon die je zo vereert, dan is hij bang dat hij getroffen wordt als hij niet de waarheid spreekt. Dit is een vorm van shirk. Ze vrezen hun zoals ze Allah subhanahu wa ta'ala vrezen. Of hun liefde voor die doden en die graven is zoals de liefde of nog sterker dan de liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, deze zaken die vallen onder de shirk in de rububiyya. Yani dat zij geloven dat deze schepselen zaken kunnen verrichten en baten en schade genezen bijvoorbeeld. Terwijl dat allemaal daden zijn van Allah jalla wa ala en hij heeft daarin geen enkel deelgenoot. En deze aqide komt ook vaak voor bij soefis. Bij de extreme onder de soefis. De extreme onder de soefis die hebben bepaalde gedachtegoed, een bepaalde ideologie die te maken hebben met hun imams en hun shuyukh, waarin zij hun goddelijke eigenschappen toekennen. Zoals bijvoorbeeld dat ze scheppen. Zij vragen hun bijvoorbeeld kinderen. Vragen kinderen, ja. Aan doden vragen ze om een kind. En ze geloven dat zij kunnen scheppen. En ze geloven dat zij besturen. Dat zij macht hebben over de wereld. En dat zij bepaalde dingen bepalen. Of ze plaatsvinden of niet. Deze gedachtegoed die heb je. Dit zijn aqaid kufriya. En ook bijvoorbeeld aqid het wahdat al-wujud. Waar jullie misschien ook van hebben gehoord. Dat is een bepaalde gedachtegoed. Die is ook aanwezig bij extreme soefis. Zij geloven dat er geen verschil is tussen de schepper en de schepping. Ze zeggen het hetzelfde. De schepper is zoals de schepping. En de schepping is de schepper. Ze maken geen onderscheid tussen Allah subhanahu wa ta'ala en zijn schepping. En deze mensen heb je. Is misschien niet te geloven. Lakin je hebt ze. En ze geloven daarin. En ze zeggen dat ze moslim zijn. Ze geloven dat alles Allah is. Dat er eigenlijk alleen Allah bestaat. En de rest, er is geen schepping. De schepping is de schepper. En de schepper is de schepping, zeggen ze. En een van hun imams, Ibn Arabi, die zegt ook over deze zaken. Hij zegt, Al-Abdu Rabbun, war Rabbu Abdu. Hij zegt, Al-Abdu, de dienaar, is de Heer. En de Heer is de dienaar. En er is geen verschil. Hij zegt, Ya Layta Shi'ri, Man il Mukallaf. Hij zegt, wie moet nou wie aanbidden? En als deze de Heer is, oké, moet hij aanbeden worden, terwijl hij eigenlijk niet. Terwijl hij eigenlijk de schepper is. De schepping is. Wanneer het shi'ri van il mukallaf. In kultu abdun fadaka rabbu. Wa in kultu rabbun fa anna yukallaf. Van deze aqaid zijn aanwezig. Deze vormen van shirk zijn de shirk in de rububiyya.
طبعا ده لازم تكون فورم في الشرك الان ان العباده. طيب امت افت معكم الشرك ان الاسماء والصفات. الشرك ان الاسماء ان النام ان الاخصاب من الله سبحانه وتعالى. Dat is zoals de mushrikien deden, de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zij gaven hun afgoden, gaven zij namen die eigenlijk, die afgestampt werden van namen van Allah. Zoals bijvoorbeeld dus Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, zei. Hij zei, ze hebben hun afgod Al-Lat genoemd. Een afbeelding, een standbeeld, beelden. Die noemde ze Al-Lat. Hij zei dat ze hebben afgestampt van Allah. En Al-Uzza is ook een afgod die Kuffar Quraysh hadden. Die hebben ze afgestampt van Al-Aziz. Ze hebben de naam Al-Aziz gebruikt voor hun god. Hebben ze Al-Uzza genoemd. Allah hebben ze gebruikt voor hun god. Hebben ze Al-Lat genoemd. Fara'aytumu Al-Lata wal-Uzza. Wa Manata. Al-Manat ook van Al-Mannan. Deze vorm van een shirk is een shirk in asma wa sifat. Een shirk in asma wa sifat dat zij namen van Allah toeschrijven aan of toekennen aan deze afgoden. En dan is er ook nog een vorm van een shirk in asma wa sifat dat is shirk al-tashbih. We hebben shirk al-ta'til, shirk al-tashbih. Shirk al-tashbih is dat iemand een vergelijking maakt tussen de eigenschap van Allah en de eigenschappen van de schepping. Iemand bijvoorbeeld die zegt, de hand van Allah is precies zoals de hand van de schepping of van zijn schepselen. Dit is een vorm van shirk. Hij maakt hier Allah Jalla wa Ala gelijk aan een van zijn schepping. Of omgekeerd, iemand die zegt van, mijn hand is zoals de hand van Allah bijvoorbeeld. Dat is shirk in het tashbih. De eigenschap van Allah Jalla wa Ala moeten wij bevestigen op een manier die past bij Allah. Die past bij zijn volmaaktheid. Wij bevestigen de eigenschap zonder te zeggen hoe deze eigenschappen zijn. Want dat weten wij niet. En zonder die te vergelijken. Allah Jalla wa Ala kan niet vergelijken. Niemand kan Allah subhanahu wa ta'ala vergelijken met iets of met iemand. En niets is aan hem gelijk. Niks. Laysa kamithlihi shay. Wa huwa as-sami'u al-basir. Hij is de volmaakte. Hij is de volmaakte, de perfecte, de Heer. En de rest, de schepping. Is zijn schepping. En de schepping schiet altijd gebrekkig. Tayyip. En de schepping, de eigenschappen van ons, die horen bij ons, bij onze mensheid. En de eigenschap van Allah Jalla wa Ala, die passen bij zijn goddelijkheid, bij zijn verhevenheid, zijn volmaaktheid. Wij mogen hem daarin niet vergelijken met anderen. Lijken tegelijkertijd, mogen wij ook niet ontkennen, zoals sommigen dat doen. Die ontkennen dat Allah een hand heeft. Terwijl Allah in de Koran zegt, Yadullahi. طيب يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان الله جل وعلا بفستخت فور زيخزلف twee handen يداه dus twee مثنى لكن هو deze zijn الله أعلم zijn ze zoals die van ons natuurlijk niet onze schepping ook niet want الله جل وعلا niet is aan hem gelijk الله سبحانه وتعالى die houdt de hemelen vast met zijn aarde. Met zijn handen. Yumsiku samawati wal ard. De hemelen en de aarde houdt hij vast. We kunnen net een pen vasthouden. Of een glas. Allah Jalla wa'ala houdt de hemelen en de aarde vast. En hij rolt ze op. Yom al-Qiyama. Hij zal ze oprollen. Met zijn hand. Met zijn rechterhand. Was samawatu matwiyatun bi yamini. Allah Jalla wa'ala. Als het einde is. Zal hij de hemelen vouwen. Met zijn rechterhand. Hij zal ze oprollen. Opvouwen. Subhanahu wa ta'ala. Iden, wie kan hem vergelijken? Niemand. Hoe kunnen mensen, yani, hoe kan iemand zeggen van, zijn eigenschappen zijn zoals die van ons? Yawm al-Qiyama zal Allah Jalla wa Ala de aarde op één vinger zetten. En de zeeën op één vinger. En de bomen op één vinger. Op één vinger. Dit duidt erop dat hij ook vingers heeft. Hoe die zijn? Allahu a'lam. Oké, is het zo? Naam. Zonder te vergelijken. Bevestiging zonder te vergelijken. Ala kulli haal, al-shirk kan in deze drie zaken ontstaan. In de uluhiyya, in de aanbidding, en in onze daden. Of in de rububiyya, daden van Allah.
أفن الأسماء والصفات. طيب ذهب باي التوحيد هذا باي نادت باي the definition هذا behandelt هذا باي فضل التوحيد behandelt هاريني ذات نوخ فضل التوحيد يعني ده خنست فن التوحيد رفاية فن التوحيد ورم باي أخلك التوحيد ورم التوحيد زو بلانغرايكس ورم باي ده تبوتو بستوديرا hebben we toen behandeld, ook in de inleiding van het tawhid. Dat vandaag, nu we het over shirk hebben, gaan we niet de profijten van de shirk opnoemen, want die zijn er niet, maar in de gevaren van de shirk. Oftewel, yani, khatar al-shirk. Ja. Waarom is de shirk zo gevaarlijk? Wat zijn de nadelen daarvan? Tayyib. Al-shirk, moet je voorstellen dat als iemand daarop sterft, als iemand sterft op al-shirk billah subhanahu wa ta'ala, want dat kan door een daad zijn, of door een uitspraak zelfs. Een uitspraak die een persoon doet. Shirk of al-kufr. Het kan een woord zeggen, het kan een woord zijn. Zoals de profeet Asim zei, hij zei een persoon kan een woord zeggen. Een woord zeggen. Yani, min ghadabillah of min sakhatillah, wat de woede van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn toorn yani opwekt, dat hij door dat woord die hij uitspreekt zal dalen in de hel een afstand van 70 jaar. Door een woord kan dat. Door een daad kan ook. Door een, yani, een overtuiging kan iemand uit de islam treden. En als dat zo makkelijk is eigenlijk, dan betekent dat dat het gevaarlijk is. Dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat je van alles, dan moet je er alles aan doen om dat woord niet uit te spreken. Om die daad niet te verrichten. Dan moet je er alles aan doen om te weten welke woorden dat zijn. Welke daden dat zijn. Want als iemand sterft op een shirk, dan betekent dat dat hij eigenlijk totaal verloren is. Totaal. Niets kan hem baten. En niets zal hem baten. Ook al heeft hij gedaan wat hij gedaan heeft. Als hij sterft op een shirk, hij verliest alles. Het is erger dan het verliezen van al je familieleden en al je bezittingen. Als iemand zou zeggen nu tegen iemand van ons, tegen iemand, als je één woord, als je dit woord uitspreekt, dan verlies je je familieleden. Of verlies je al je vermogen. Dan zal zo'n persoon er alles aan doen om dat ene woord niet uit te spreken. Zodat hij zijn bezit behoudt, of zijn familieleden behoudt, of zijn leven behoudt. Lekker, dit is nog erger. Want iemand die sterft op een shirk, die verliest niet alleen maar zijn bezit of het wereldse. Hij verliest ook al akhira. Hij verliest het dua van de gelovigen. Zal hem niet baten. Hij verliest al jannah. Hij zal er niet in verblijven. Hij verliest alles, zo'n persoon. Hij verliest de genade van Allah jalla wa ala. Die zal er alleen zijn voor de gelovigen die sterven op het tawhid. Zo'n persoon heeft totaal alles verloren als hij sterft. Shirk billah jalla wa ala. Dus dan is het logisch, zou je zeggen, dat je weet wat deze shirk is, hoe deze ontstaat, hoe die eruit ziet, de vormen daarvan. Want de gevaren zijn duidelijk. Het is de grootste zonde, het is de grootste zonde die ooit, yani, verricht is. A'zamu dhanb. Allah jalla wa ala. Er is geen grotere zonde dan deze, dan de shirk. Dat duidt natuurlijk ook op de ernst, op de gevaar van deze zonde. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam die zei tegen de sahaba, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Zal ik jullie op de hoogte brengen van de grootste zonde? Zeide Bala ya Rasulallah. Zeide, vertel ons, breng ons op de hoogte ya Rasulallah. Hij zei, als eerste, ashirku billah. En als tweede, wa uququl walidain. Ashirku billah noemde hij als eerste op. Daarna, عقوق الوالدين, slechtheid of ongehoorzaamheid, slecht behandelen van de ouders, noemde hij als tweede. Het recht van Allah is als eerst. Daarna komt het recht van de ouders. En Allah jalla wa ala heeft vaak het recht van de ouders samengenoemd met zijn recht in de Koran. Heel veel verzen. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Het recht van Allah op zijn aanbidding. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. En goedheid richting de ouders. Iden,
هنوم ده أس إرسة الشرك بالله أس إرسة أن أس خروجت الزندة أن إن أندر حديثة البروفية صلى الله عليه وسلم إجتني بو السبع الموبقات فرمايت ده زيفة فرنيتخن ده زندة فرمايت ده زيفة فرنيتخن ده زندة هنوم ده أس إرسة أب الإشراك بالله الشرك بالله يمكن أن تخرجت أن الله سبحانه وتعالى دخروجت الزندة فنالت الله جل وعلا ده القرآن زخت إن الشرك لظلم عظيم الشرك is een geweldige onrecht. Het is de grootste onrecht die er is. Het is onrechtvaardigheid naar Allah Jalla wa Ala toe. Degene die jou geschapen heeft, degene die jou geschapen heeft, die jou voorziet, die jou begunstigt, vervolgens aanbied je een ander. Vervolgens dank je een ander. Iemand die alles voor jou doet, lekker je dankt een ander. En je aanbidt een ander. Dat is een vorm van onrechtvaardigheid. Sterker nog, dat is de grootste vorm van onrechtvaardigheid als het gaat om Allah Jalla wa Ala. Want zijn recht is de grootste recht die er is. Het grootste recht. Vandaar onrecht in zijn recht is de grootste vorm van onrecht. Inna shirka la dhulmun azim. Deze zonde is zo ernstig en de gevaar daarvan dat het de enige zonde is die niet vergeven wordt als iemand daarop sterft. Wanneer? Als iemand daarop sterft. Als hij berouw toont. Nou, als hij berouw toont, dan wordt hij vergeven. Zoals de mushrikien in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Heel veel waren mushrik en vervolgens omarmden zij de islam. Zoals Abu Bakr dat deed, zoals Omar dat deed, zoals Ali en Uthman. Alle sahaba, die waren ook onder de mushrikien daarvoor. Maar als iemand erop sterft, dan is het een zonde die niet vergeven wordt. Allah zegt in de Koran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Iden, de gevaar daarvan is als eerste, het is de grootste zonde. أعظم الذنب. تفيد إس لا يغفر. إس دي زندة دي نيت فرخيفر ورد. الله دي زغت إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله جل وعلا فرخيفت هت نيت أس إيمانت. ديخنو توكت أن هم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودار أندر زيت أن شرك. ودار أندر زيت أن زندة. إس دي زندة دي نيت الشرك هب برايكت. الله سبحانه وتعالى دي فرخيف دي. فرخيف دي خين دي هاي. دي هاي ويل. إس أس إيمانت خروته زندة هيف بخان. En hij sterft daarop, zonder berouw. Iemand die berouw heeft getoond, daar praten we niet over. Als die berouw correct is, dan vergeeft Allah hem ook. Wat hij ook doet, wat hij ook gedaan heeft. Ik heb het over iemand die sterft als zondaar, maar geen shirk heeft begaan. Zo'n persoon, Allah subhanahu wa ta'ala, als Allah wil, dan vergeeft hij hem. Dan gaat hij direct naar het paradijs. Als Allah subhanahu wa ta'ala wil, dan straft hij hem. Straft hij hem. Op salam wa ta'ala. Lakin zijn eindbestemming zal sowieso het paradijs zijn. Als hij shirk vermeden heeft. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in een hadith al-Qudsi. In een hadith al-Qudsi. Een hadith al-Qudsi is een hadith, geen Koran. Hadith waarin Allah waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam de woorden van Allah overlevert. Lekker die niet behoort tot de Koran. In deze hadith zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, of ya ibn Adam, au ataytani bi qurab al-ardi khataya. O zoon van Adam, yani, o mens. Als jij mij ontmoet. Iemand die sterft, die ontmoet Allah Jalla wa'ala. Als jij mij ontmoet met een wereld vol aan zonden, aan fouten. Bi qurabi al-ardi khataya. Thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira. Profeet die zegt in deze hadith dat Allah die zegt, o zoon van Adam, als jij sterft en met een wereld vol aan zonden, en je ontmoet mij met als voorwaarde, dit is een belangrijke voorwaarde, het als voorwaarde, dat je geen deelgenoot aan mij heeft toegekend. Hij is gestorven als moslim, als muwahhid. Als iemand die alleen en enkel Allah aanbad en niemand anders. Lekker zonde. Hij zegt, dan zal ik jou tegemoet komen met een wereld vol aan vergeving. Zoals hij met een wereld vol aan zonden is gekomen, zal Allah hem tegemoet komen met een wereld vol aan vergeving. Lekker, dat betekent niet dat iemand een vrijbriefje heeft om te zondigen. Dat betekent alleen dat ash-shirk ernstig is. Dat het tawhid zoveel voordeel heeft. Dat hij kans maakt op vergeving van Allah. Ook al heeft hij een wereld vol aan zonde. Iden, als iemand sterft op ash-shirk, dan is dat de enige zonde die niet vergeven wordt door Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shirk al-akbar. En dat duidt op de gevaar van ash-shirk. Als dat de enige zonde is die niet vergeven wordt, dan betekent dat toch dat deze zonde de gevaarlijkste is. Dat is logisch. Deze zonde, shirk billah, als iemand die verricht of daarin vervalt, dan
worden al zijn goede daden, maakt hij ongeldig. Yuhbitul amal. Alle daden die hij verricht heeft, maakt hij ongeldig. Is dat niet gevaarlijk? Moet hij niet zijn daden beschermen door deze shirk te vermijden en te kennen? La shak. Iemand kan zo vaak een hajj verricht hebben. En zo vaak gebeden hebben. En zo vaak de maand Ramadan hebben gevast. Als hij vervalt in deze zonde, dan maakt hij die daden ongeldig. Als hij erop sterft, als hij sterft als mushrik, dan zijn zijn daden die hij verricht heeft, die zijn dan waardeloos. En vruchteloos. En nutteloos. Dat is de ernst van deze zonde. Allah zegt in de Koran, innahu man yushrik billah, of in andere vers, dat Allah subhanahu wa ta'ala, in ashrakta, la yahbatanna amaluk, wa la takunanna min al khasirin. Indien jij shirk pleegt, deelgenoot toekent aan Allah subhanahu wa ta'ala, dan zullen jouw zonden, die zullen ongeldig worden, vruchteloos worden. Dan zullen jouw daden, afwan, vruchteloos worden. De daden, yani jouw goede daden die je verricht hebt, zullen vruchteloos worden en je zult behoren tot de verliezers. In een andere vers zegt Allah jalla wa ala, walau ashraku, lahabita anhum ma kanu ya'maloon. En als zij de shirk zouden begaan en deelgenoot zouden toekennen aan Allah jalla wa ala, dan zouden die daden die zij verricht hebben, die zouden vruchteloos worden. Lahabita anhum ma kanu ya'maloon. Dat zijn de gevaren van de shirk. Deze zaken duiden op de ernst daarvan. Iden, de daden die worden vruchteloos. En een ander gevaar, wat allemaal met elkaar te maken heeft, is dat de bestraffing van de shirk, is de grootste bestraffing die er is. De grootste bestraffing die er is. De bestraffing daarvan, er is geen grotere bestraffing dan de bestraffing van de shirk. Want die sterft daarop. Voor hem is het paradijs verboden. Verboden toegang voor hem. Zoals Allah in de Koran zegt. Innahu man yushrik billah. Faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Wa ma'wahu an-nar. Wa ma li dhalimin min ansar. Innahu man yushrik billah. Faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Al-jannah is voor zo'n persoon verboden. De toegang daartoe is verboden voor een mushrik. Als hij daarop sterft. Dus de straf voor deze daad is de grootste bestraffing die er is. Tabaan. En de grootste bestraffing is natuurlijk ook dat hij niet vergeven wordt. Dus hij sterft op deze shirk. In Sahih Muslim zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Men mata of men laqiya Allah la yushrik bihi shay'a dakhala al-jannah. Wa men laqiya Allah yushrik bihi shay'a dakhala al-nar. In deze hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Men laqiya Allah la yushrik bihi shay'a dakhala al-jannah. Degene die Allah ontmoet, dus hij komt te sterven. En hij heeft geen deelgenoot toegekend aan Allah jalla wa ala. Niet in de ibada, niet in de rububiyya, niet in de asma wa sifat. Hij was muwahid. Hij was iemand die de eenheid van Allah jalla wa ala erkende en praktiseerde. Daarna handelde. Men laqiya, iemand die Allah ontmoet en hij heeft geen enkel deelgenoot aan hem toegekend, die zal het paradijs binnentreden. Dakhala al-jannah. Daartegenover, men laqiya Allah yushrik bihi shay'a dakhala an-nar. Degene die Allah ontmoet en hij heeft deelgenoot aan hem toegekend, die zal de hel binnentreden. Iden, dit zijn een aantal gevaren van de shirk. En een ander gevaar of een andere zaak wat duidt op de ernst van de shirk, is dat de shirk precies het tegenovergestelde is van het doel van Allah jalla wa ala. Van de wijsheid van Allah tabaraka wa ta'ala. Want Allah subhanahu wa ta'ala, waarom? Wat is de wijsheid achter de schepping? Wat is het doel achter de schepping? Het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala alleen. Het tawhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons slechts geschapen om hem te aanbidden. Diegene die deelgenoten toekent, die een ander aanbidt naast Allah, die doet precies het tegenovergestelde. Hij doet precies het tegenovergestelde. Allah jalla wa ala die beveelt ons om hem te aanbidden. Die draagt ons op om hem te aanbidden. En zo'n persoon doet precies het tegenovergestelde. Hij aanbidt een ander naast Allah subhanahu wa ta'ala. Hij geeft het recht van Allah, het zuivere recht van Allah jalla wa ala, die geeft hij aan een ander. Het zuivere recht van Allah is aanbidding. Die geeft hij aan een ander. Dat recht geeft hij aan een ander. Terwijl niemand het recht heeft op aanbidding behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En als shirk zoveel ernstige
nadelen heeft, zoveel schade kan aanrichten, en nog meer dan dat, dan is het meer dan noodzakelijk dat iemand deze shirk moet kennen om het vervolgens te vermijden. Zoals Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu zei, de metgezel van de profeet, hij zei, de sahaba, de metgezellen, als ze met de profeet sallallahu alayhi wa sallam waren, dan vroegen ze hem over het goede. En ze stelden vragen aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor goede dingen. Waarom? Zodat zij die goede dingen konden uitvoeren. Hij zei, en ik stelde hem vragen over slechte dingen. Het is slecht. Hij zei, niet om het te doen, maar om het te vermijden. Hij zei, de sahaba die vroegen, die stelde de profeet vragen over het goede. Hij zei, en ik stelde vragen over het slechte, om het te vermijden. En in een andere versie zegt hij, zij stelde de vragen over het goede en ik stelde de vragen over de slechte zaken, omdat ik wist dat het goede, zou mij niet missen. Omdat iedereen vraagt over het goede. Wat is goed? Hoe moet dit? Hoe moet zus? Hoe moet zo? Kijk, het slechte moet je ook weten. Je moet het slechte weten zoals je het goede weet. Lekker het slechte die je te weten om het te vermijden. En het goede weet jij om daarna te handelen. Want als iemand het slechte niet kan onderscheiden van het goede, dan denkt hij dat alles goed is. Zoals sommigen nu dat doen. Sommigen van die mushrikien, sommigen van die grave aanbidders, wanneer je zou zeggen van datgene wat zij doen verkeerd is, zeggen zij nee, dit is niet verkeerd. Wij doen iets goeds. Zij zeggen van, dit behoort tot respect voor deze doden. Of deze doden, dat zijn vromen. Die hebben een status bij Allah subhanahu wa ta'ala. En wij nemen ze als tussenpersonen. Alhamdulillah. Wij nemen ze als tussenpersonen om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Wij vragen ze bemiddeling, zodat zij voor ons kunnen bemiddelen bij Allah jalla wa ala. Dus zij geloven dat ze bezig zijn met goede zaken. Alhamdulillah. En shirk billah subhanahu wa ta'ala is ernstig. Vandaar dat wij deze shirk moeten kennen om het te vermijden. Hij is zo ernstig dat zelfs de profeten daarvoor vreesden. Zelfs profeten hebben shirk gevreesd. Wie zijn wij dan? Om het niet te vrezen. Zelfs de vader van de profeten. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim? Naam, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim, diegene die de afgodsbeelden die ze maakten in zijn tijd, diegene die dat brak. Hij brak ze met zijn hand, met een bijl. Hij brak ze zelf. En hij bestreed deze vorm van afgoderij. Lekker, ondanks dat, riep hij Allah jalla wa ala aan om hem te beschermen van shirk. Hij en zijn kinderen. Hij zei, wajnubni wa baniya an na'bud al asnam. Hij vroeg Allah subhanahu wa ta'ala om hem en zijn nageslacht of kinderen, om hen te beschermen van het aanbidden van deze asnam, deze afbeeldingen. Dus hij vroeg Allah jalla wa ala om bescherming. Waarom? Hij zegt ook de reden daarom. Hij zegt, innahunna adlalna kathira minan nas. Deze afgoden, deze beelden, die ze hebben genomen als dichtgenoot van Allah subhanahu wa ta'ala, die hebben heel veel mensen doen afdwalen. Die hebben heel veel mensen laten afdwalen, doordat heel veel mensen deze afgoden en afbeelden aanbidden en als deelgenoten nemen als Allah jalla, jalla wa ala. Iden zelfs profeet Ibrahim alayhi salatu wa salam, die vroeg Allah subhanahu wa ta'ala om bescherming tegen deze afgoden. Vandaar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, of Ibrahim al-Taymi rahimahullah, als iemand van de geleerden van de salaf, hij zei, وَمَنْ يَأْمَنِ الْبَلَا بَعْدَ Ibrahim. Hij zegt, wie denkt, wie zal er nog veilig zijn? Na Ibrahim, na de profeet Ibrahim alayhi salatu wa salam. De profeet, de vader van de profeten, Abu al-Anbiya. Waarom wordt hij de vader van de profeet genoemd? Omdat zijn kinderen, heel veel van zijn kinderen zijn profeten. Want de meeste profeten zijn van via Ishaq. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam is via Ismaïl. Dat waren beide zijn kinderen. En de rest, alle profeten zijn via deze twee gekomen. En hij is de vader van de profeten. Ibrahim al-Taymi, iemand van de geleerden van de salaf, hij zei, wie is er nog veilig? Wie denkt dat hij nog veilig is? Na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Zelfs Ibrahim, die vroeg Allah jalla wa ala om bescherming tegen deze afgoderij. Vandaar de Nabi sallallahu alayhi wasallam, die zei ook tegen de metgezellen. Hij zei, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Hij zei, het meest waarvoor ik vrees voor jullie, is de kleine vorm van de shirk. Shirk al-asghar. De onzichtbare vorm van de shirk. Hij werd gevraagd over deze kleine vorm van de shirk. En hij zei, wat is deze kleine vorm van de shirk? Hij zei, riya. Riya. Riya is dat wanneer iemand
yani im aanbidding die hij normaal gesproken voor Allah subhanahu wa ta'ala doet, dat hij die doet met de intentie zodat de mensen hem zien. Zodat de mensen hem zien. Yani hij brengt ze op de hoogte, zodat ze hem prijzen bijvoorbeeld. Dat is ria. Dit zijn een aantal gevaren van shirk billah subhanahu wa ta'ala. Wat inhoudt het gelijk maken van een ander aan Allah jalla wa ala in die zaken die khas zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ik zei, uqubatuhu, a'azamul uqubat. Yani de bestraffing daarvan is de grootste bestraffing. De bestraffing daarvan is dat zo'n persoon voor eeuwig in de hel zal zijn. Voor altijd. En dat de toegang tot het paradijs verboden is voor hem. En een andere bestraffing is dat deze shirk niet vergeven zal worden als hij erop sterft. En dat het ook bijvoorbeeld de zonde of de daden ongeldig maakt. Dat zijn allemaal straffen en uqubat. Dan wat betreft deze les houdt het inshallah ta'ala hierbij. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.